Weer een uiterst actuele zaak. Een kapperszaak is sinds vrijdagochtend namelijk doelwit van ernstige bedreigingen. Afgelopen vrijdagochtend hoorden buurtbewoners van de Slotermeerlaan in Amsterdam-West rond 4:15 een enorme knal. De politie dacht eerst dat het misschien een plofkraak was, maar het bleek dat er een explosief was ontploft voor barbershop Alles in Bedrijf. Vrijwel op de minuut af, 24 uur later, volgde een tweede incident. Ditmaal werd de zaak beschoten, ook weer rond 4:15. Wanneer de politie zaterdagochtend onderzoek doet, is duidelijk te zien dat 5 kogels de zaak zijn ingevlogen. Ja, groot contrast. Nog maar een paar weken geleden werd deze zaak feestelijk geopend. In Amsterdam hebben we een live verbinding met meneer Uwaisa. Sinds afgelopen weekend wordt er voorlopig in die zaak helemaal niemand meer geknipt. Nee, voorlopig in elk geval niet bij deze zaak in Amsterdam Slotermeer. Nou, we kennen het motief van de dader of daders niet. En zolang dat niet duidelijk is, blijft een risico van de kans op herhaling bestaan. Nou, de burgemeester hier in Amsterdam die heeft inmiddels bepaald dat de zaak voorlopig gesloten blijft. En dat heeft alles te maken met een stuk gevaar voor bewoners, ondernemers. Maar zeer zeker ook met het gevaar voor deze betrokkenen in kwestie zelf. Nou, op het moment dat er zo'n ondernemer zoiets overkomt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat een enorme tegenslag is. Tegelijkertijd gaat de veiligheid van mensen gaat altijd voor. Nou, wij zijn als politie nu heel druk aan het inventariseren, onder andere welke camerabeelden beschikbaar zijn. En we kijken natuurlijk ook naar het vraagstuk welke aanleiding of achtergrond deze twee incidenten hebben. Dan even wat wij kunnen doen. U wilt ons vanavond inschakelen omdat u meer informatie heeft over dingen die in de buurt zijn gezien. Ja, we willen het heel graag van mensen horen als zij bijvoorbeeld in die nacht van donderdag op vrijdag personen hebben gezien rond die Slotermeerlaan. Nou, voordat dat explosief vrijdagochtend afging, zijn er mensen gezien op die Slotermeerlaan en ook bij de voetgangerstunnel van de Cornelis van Vollenhovenstraat. Nou, we weten niet of deze personen ook te maken hebben met die latere explosie. Maar u kunt zich voorstellen, we willen graag heel dringend iedereen spreken die daar die nacht is geweest. En wat we verder weten is dat rond 4:15 vanuit diezelfde voetgangerstunnel 2 in het zwart geklede mannen komen aanlopen. Die gaan naar de zaak. Nou, vervolgens volgt die explosie. En daarna zijn die 2 mannen ook weer weggelopen in de richting van diezelfde tunnel. En uiteraard hopen we dat ook die 2 mannen iemand zijn opgevallen. Als u daar in de buurt woont en u heeft een camera, kijk dan even of de personen die meneer Weissen net beschreef misschien wel door u gefilmd zijn. De politie wil uw beelden sowieso heel graag zien. Want misschien zijn er ook wel andere dingen op vastgelegd die met deze bedreigingen te maken hebben. Want dit was dus niet het enige. We hadden ook nog de beschieting afgelopen zaterdagochtend, 29 augustus dus. Ja, en bij de beschieting een dag later is er voorafgaand aan het incident een man vanuit opnieuw die voetgangerstunnel naar de barbershop gelopen. Nou, op dat moment staat er een motorscooter met een andere persoon in die tunnel. Nou, we sluiten niet uit dat een en ander verband houdt met tussen die latere beschieting. En daarom willen we graag iedereen spreken die daar die nacht in die omgeving is geweest. Ook als u helemaal niks te maken heeft gehad met dat incident, meld het dan ook. En op basis van de getuigenverklaringen ontstaat het beeld dat na het incident een motorscooter is weggereden in de richting van de Jan de Louterstraat. Als kijkers daar meer over weten, dan horen we dat heel graag. En alle informatie kan ons in deze fase van het onderzoek enorm helpen. Duidelijke boodschap. Dank meneer Weissa daarvoor en hou ons op de hoogte. En heeft u dus iets gezien rond die barbershop, Alles in Bedrijf, dan kunt u zelf meehelpen om die buurt in Amsterdam-West veiliger te maken door te vertellen wat u zag. Bij de tiplijn, gratis nummer 0860-70. Wilt u het liever rustig opschrijven, gebruik dan een tipformulier bij deze zaak op onze site. En via dat tipformulier kunt u ook uw camerabeelden rechtstreeks versturen naar de politie.